Goedemiddag, mijn naam is Aart. Vraag eigenlijk toe september 2015. Geef functie in twee delen. A x plus b van x kleiner dan 1 en x kwadraat plus 1 x plus 3 groter dan 1. Functie is continu en afleidbaar. Wat is dan f van 0? Dus we gaan gebruiken eerst dat de functie afleidbaar is. Wat betekent afleidbaar? In elk punt betekent dat de linkerafgeleide gelijk is aan de rechterafgeleide. De linkerafgeleide is gelijk aan de rechterafgeleide voor elke x van r, dus ook voor 1. Ja, dat betekent dus, afgeleide van a x plus b afleiden is dan gewoon het getal a. Ja. Aan de andere kant krijg je x kwadraat min x plus 3 is afgeleiden 2x min 1. In punt 1 moet die gelijk zijn, afleidbaar. Dat betekent dat je a gelijk is aan 2x min 1 als x 1 is. Dus voor x gelijk aan 1 moet die aan de kant gelijk zijn. Dan krijg je aan de ene kant a is gelijk aan 2 maal 1 min 1. Oftewel a is 1. Ja. Dan weet je de afleidbaarheid, dus die a 1 is. Je krijgt de functie 1 plus b, x plus b, a is 1. Het tweede gebruiken is de continuïteit. Continuïteit betekent dat de linkerlimiet de rechterlimiet is. Ja, dus de linkerlimiet is de rechterlimiet voor alle x van r, dus ook voor de x gelijk aan 1. Ja, dat betekent dus limiet voor x kleiner dan 1 van f van x is de limiet van f van x voor x groter dan 1. Ja, aan de linkerkant ja, is de functie a is x plus b. Als je x invult in 1, dan krijg je dus 1 plus b. Aan de andere kant, ja, gaan we x vervangen door 1, dan krijg je dus 1 min 1 plus 3. Dus gewoon invullen 1 min 1 plus 3. En die twee getallen moeten dan gelijk zijn. Dat is de eigenschap van de limieten. Dat is de limiet linker, dit is de rechterlimiet. Dan krijg je dus 1 plus b is 1 min 1 wordt 0, is gelijk aan 3. Of b is 2. Dat betekent die functie zal zijn x plus 2. Dus f van x aan de linkerkant van 1 is x plus 2. Nu we raken f van 0. F van 0 ligt tussen is kleiner dan 1. Dus je kunt daar gebruiken x plus 2. Dan wordt dat 0 plus 2 is de waarde 2. Dus antwoord B de waarde. Antwoord D de waarde 2. Dank wel en bye bye.